Dan wint Spanje dat WK, dat is voor hen hartstikke mooi. Ja. Maar eigenlijk krijgen zij dan niet de aandacht. Maar al die aandacht gaat dan naar die man. Ja. Omdat hij zich ja, in mijn optiek niet kan gedragen. Ja, verschrikkelijke vent. Ja, wat toch? Ja, ik vind het echt. Heel raar. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Leermoment. De podcast door Jong Professionals over stage, school, drank, liefde, de belangrijke dingen in het leven. Ik ben Emily en ik zit hier aan tafel met Anna en Leontine. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het vandaag hebben over voetbal en in het bijzonder vrouwenvoetbal. Maar eerst, hoe gaat het met jullie? Goed. Gaat eigenlijk heel erg lekker. Ja? Ja. Ja, geldt voor mij ook. Leuk om hier te zijn. Ja, want we zitten hier nu in de nieuwe zaal. Het nieuwe podium. En we willen dit met je uittesten voor de Podcast Academy. Kan je er iets over vertellen, Leontine? Ja, dat kan ik zeker. In mijn werk ben ik projectleider innovatie bij de Flevolandse bibliotheken. Waaronder de nieuwe bibliotheek waar we nu zijn. En daarin zijn we afgelopen jaar een project gestart. Dat heet de Podcast Academy. Is gesponsord door de provincie Flevoland. Om podcast en het onderwijs en de bibliotheek met elkaar te integreren. En we willen heel graag een podcaststudio inrichten in de bibliotheek. Waar gebruik van gemaakt kan worden door iedereen. Vandaag testen we een deel van de apparatuur. Ja, en ja. Deze ruimte. Want en de misschien ruimte. Komt die wel hier te staan. Wellicht, ja. Dus over een paar maanden kunnen mensen hier gewoon een podcast komen opnemen. Ja, dat is wel de intentie. Oké, leuk. Anna, jij komt volgende week stage lopen bij Clipjesfabriek. Ja, ik heb er heel zin in. Ja? Ja. Wat doe jij een beetje? Camera vooral. Camerawerk vind ik heel leuk. Edit ook. Maar voorkeur is wel camera. Oké. Okay. Ja. We gaan het vandaag hebben over vrouwenvoetbal. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar niet heel veel van af weet. Dus ik ga jullie daar heel erg over bevragen. Want jullie weten dat wel. Leontine, vertel. Waar te beginnen eigenlijk. Ik ben denk ik voetbalfan van het eerste uur. Toen ik klein was, toen speelde ik al voetbal op straat met mijn broer. Ik ben later zelf op voetbal gegaan toen ik tiener was. Was je goed? Moeilijk over jezelf te zeggen. Ik was een beetje dromerig, denk ik, op het veld. Dat heeft me parten gespeeld. Ja. mijn broer zei dat ik potentie had, laat ik zo zeggen, om ver te komen. Maar op een gegeven moment toen verloor ik misschien de belangstelling. Ik heb wel meisjes getraind toen ik een jaar of 17 was. Heb ik meisjes C&D. Dat waren echt van die hele schattige guppies die over het veld heen dartelen. Later ook tijdens mijn studententijd zowel op veldvoetbal gezeten als zaalvoetbal. En daarna ben ik op een gegeven moment gestopt. Toen was het niet meer te combineren met mijn werk. Toen ben ik eigenlijk, ook al vanaf jonge jaren was ik fan van een voetbalclub. En daar ga ik nu met mijn broer al 10 jaar als seizoenkaarthouder heen. En dat is dan het mannenvoetbal. En dat is Ajax? Dat is Ajax. Waarom Ajax? Op een gegeven moment raak je daarmee in aanraking en dan zit het in je hart. Ik kan het niet echt erg uitleggen, maar ik vind het de mooiste voetbalclub. Oké, en jij weet ook heel veel van de opkomst van het vrouwenvoetbal, heb ik begrepen. Ja, want wat ik nog meer met voetbal heb is, ik heb opleiding geschiedenis gedaan. Daar doe ik in mijn innovatiewerk niet direct wat mee, maar ik heb wel een vrijwilligersfunctie in een mooi platform, Football Makes History. Heel erg de moeite waard om dat ook straks in de show notes misschien op te nemen. Om daarnaar te verwijzen en een kijkje te nemen. Het is een heel mooi platform waarin internationaal we proberen door middel van voetbalverhalen, geschiedenis, verhalen tot leven te brengen. En daar ben ik redactielid en daar staan nu ook een heel aantal heel mooie artikelen op over vrouwenvoetbal. En daar kan ik straks wat meer over vertellen als dat... Leuk, is goed. Anna, jij zit op voetbal? Ja, ik ben denk ik op mijn 6e begonnen. En ik ben nu 23 en ik doe het nog steeds met superveel plezier. Dus ben ermee opgegroeid eigenlijk door mijn vader, denk ik. Die vroeger zelf ook gevoetbald. Mijn broertje voetbalt momenteel ook nog steeds. En als klein meisje voetbalde mijn vader altijd met mij in de tuin. En ik denk dat daar een beetje een soort van passie is ontstaan voor het voetbal. En wat is een beetje jullie voetbalclub? Heb je een beetje net zoals Leontine met Ajax? Vroeger waren wij wel echt fan van Twente. Maar momenteel volg ik niet heel veel mannenvoetbal meer. Qua eredivisie of iets heb ik niet echt een voorkeur. Maar bij vrouwenvoetbal ben ik Arsenal fan. Oké, waarom? Vind ik een leuke club. En heel veel voetballers die daar spelen vind ik hele goede voetballers. Oh ja, ja. Oké.
Leuk. En vroeger speelde jij ook met jongens? Ja. Nu niet meer? Nee, ik heb denk ik van de minis tot de D ongeveer met de mannen meegevoerd met de jongens. En toen ben ik in een meidenteam gekomen. En waarom is dat? Ik heb geen idee. Ik denk dat ze gewoon hebben gezegd, vanaf nu gaan we scheiden. Ja. Maar de exacte reden is me eigenlijk nooit verteld. Vond je dat leuk? Ik vond het best leuk om met jongens te voetballen. Maar met meiden vond ik toch misschien wat gezelliger. Ja? Ja, want je merkte toch dat de jongens wat meer naar elkaar toe trokken. En de meiden die... wij moesten onszelf een beetje redden. We waren met z'n drieën. En de rest was gewoon allemaal jochies om je heen. Ja, precies. Herken jij dit, Leontine? Ik ben wat later erbij gekomen. Dus toen ik er uiteindelijk ging voetballen, toen was er een meidenteam. Dus dan was het logischer om dan bij de meisjes aan te sluiten. Maar ik herken dit wel. En heel veel clubs, denk ik, die te weinig meisjesteams hebben of te weinig meisjes. Daar moeten meisjes vaak aansluiten bij de jongens. En dan op een gegeven moment, tijdens de groeifase van dat je wat meer jongvolwassen wordt, dan wordt het lastiger. En dan worden ze vaak gescheiden of dan stopt het meisje. Wat vinden jullie van zo'n scheiding? Vinden jullie dat goed of juist niet? Ik vind het lastig. Misschien ook een beetje dat je met de puberteit zit. Ja. Dan gaat iedereen zich natuurlijk ontwikkelen. En wat bij ons een ding was bijvoorbeeld het omkleden. Ja, dat hebben we altijd niet meer samen doen misschien. Nee, we hebben altijd apart opgekleed. En de jongens hadden gewoon een kleedkamer. En wij moesten maar zo'n klein scheidsrechtershokje bijvoorbeeld. Echt? Ja, we zaten in zo'n klein hokje van 2x2. Maar met hoeveel meiden was je dan in zo'n team? 3. Ja, oké. Okay. Oh, ja. Dus dat was nog wel te doen, maar het was niet wel een beetje afdankertje. Ja, het was wel een beetje van, dankjewel hè. Ja. Maar, ja, dat is wel herkenbaar, ja. Ja? Ze hebben daar eigenlijk niet de faciliteiten voor. En ik ben blij. Ik denk juist als je nu gaat kijken bij veel clubs, dat het steeds meer gelukkig gefaciliteerd is. Meer vrouwenteams. Ja, ook. En ook extra hokjes voor specifieke gelegenheden. Wat als je genderneutraal bent? Oeh. Mag je dan kiezen? Zo, ik denk dat het persoonsafhankelijk is, denk ik. Ik denk wat die persoon zelf het fijnst vindt, denk ik. Ja, precies. Wat denk jij? Ja, nog niet zoveel over nagedacht. Ik denk, het hangt heel erg van de club af, denk ik. Ja, precies. Hoe inclusief ze zijn en hoe makkelijk ze zijn. En wat ze zelf willen kiezen. Ja, vooral dat. Ja, want wat ik heel vaak hoor van voetbalfans om mij heen, en dat zijn dan vooral jongens, maar ik wil niet generaliseren, is dat vrouwenvoetbal saaier is of minder leuk is, of dat vrouwen eigenlijk minder goed zijn. Is dat dan een stukje biologie of zijn vrouwen gewoon later begonnen? Ik denk dat er gewoon minder kennis over is. Ik denk dat bijvoorbeeld mannenvoetbal is natuurlijk al veel langer booming en incoming. En ik denk dat daar ook veel betere trainers op zijn gezet vroeger. En dat nu het vrouwenvoetbal langzaam in aantocht komt, dat die misschien nu nog een beetje de afdankertjes krijgen. Ja. En dat dat in verloop van de tijd misschien ook beter wordt. Ja, want hoe is vrouwenvoetbal eigenlijk een beetje begonnen? Nou ja, wat ik heel erg tof vond om achter te komen, is dat er 100 jaar geleden eigenlijk al stadions vol zaten met betalende fans voor het vrouwenvoetbal. En dat was dan bijvoorbeeld in Engeland. Vooral op en rond de Eerste Wereldoorlog. Toen waren er veel mannen naar het front. Gingen veel vrouwen in de tussentijd mannenwerk doen. En helpen, supporten om de economie op gang te houden. En zijn ze ook gaan voetballen. En veel voetbalwedstrijden gaan spelen. En ook dus stadions gaan vullen. En wat ik heel tof vind, is dat eigenlijk toen al vrouwen dat deden met een extra agenda. En altijd een sociale agenda. Zij deden dat toen ook al in combinatie met geldinzameling. Bijvoorbeeld voor de oorlogsmaterieel of voor goede doelen. En tot op de dag van vandaag zie je gewoon echt vrouwen zich inzetten. Ook nu tijdens het afgelopen WK. Bijvoorbeeld voor climate change. Zij hebben de grootste actie opgezet van voetballers. Om eigenlijk hun CO2 uitstoot te compenseren tijdens dat WK. Omdat ze natuurlijk weten dat ze zelf, ze hebben dat vliegtuig nodig. Ja. Maar ze hebben wel de sleutel tot verandering als ze er aandacht voor geven, et cetera. En dat heb ik op de mannen op die schaal nog niet zien doen. Vinden mannen dat dan gewoon minder boeiend? Of? Ja, wie zal het zeggen? ik weet niet, maar ik vind het in ieder geval heel interessant om te zien dat vrouwen wel altijd die sociale verandering aanjagen. Ja. Ja.
Ja, want het WK was dit jaar van vrouwen. Ik heb het idee dat het groter was dan ooit. Ja. Hoe kan dat? Ik denk misschien toch wat bekendheid langzaam. Misschien ook omdat het de laatste tijd best wel veel grote toernooien op een rij zijn geweest. Bijvoorbeeld het EK. Vorig jaar Olympische Spelen is net geweest. Ja. En 6 jaar geleden was ook nog weer het EK geweest. Ik denk dat misschien gewoon heel veel grote toernooien vlak achter elkaar zijn geweest. Dat misschien de kijker en misschien ook wel mannen of andere mannelijke voetballers hebben gedacht. Oh, het is best wel goed of leuk om naar te kijken, denk ik. Ja. Ja, het klopt ook dat er steeds meer wordt financieel in wordt geïnvesteerd. Mm. En dat zie je ook steeds meer terug in de vorm van sponsorgelden. En de bonusgelden, die waren van 30 miljoen of zo naar 110 miljoen gegaan. En dat is nog altijd maar een kwart of zo van wat de mannen krijgen. Maar de FIFA heeft toegezegd dat ze willen proberen het toernooi in 2027 zoveel mogelijk de bonussen gelijk te laten lopen in seksen. Dus dat is wel positief. Dus ik denk dat het daar een momentum is ook dat je het voelt van er is meer aandacht voor. Want met commercie komt natuurlijk ook vaak gekochte aandacht. Ja. En daarnaast ook de ontwikkeling dat een aantal landen zoals Engeland, heel belangrijk voetballand, en Nederland hebben ondanks ook toernooien gewonnen als vrouw. En dan kom je ook in de picture te staan. Ook, dan wordt het ook steeds meer omarmd. Dat is ook wat Sarina Wiegman ooit zelf heeft voorspeld in de jaren 90 en 2000. Heeft ze dat een paar keer gezegd van ja, de vrouwen hebben, zodra zij gaan presteren, ze hebben op dit moment nog niet zoveel gepresteerd. En dan gaat de aandacht groeien als ze gaan presteren en een toernooi winnen. Ja, precies. Dus dat helpt wel mee. Dat helpt mee. Ja, want Sarina Wiegman, even voor de luisteraars, is van Engeland, toch? Ja. Ja, klopt. Dat is de trainer. Ja, de trainster. En ze heeft ook het Nederlandse elftal geleid een aantal jaar geleden. En daarmee ook goede prijzen gepakt. Maar niet de hoofdprijs, toch? Ze heeft helaas op haar palmares die 2 keer verloren WK-finale. Dus ja, die arme meid. Ja, super zuur. Maar wel 2 keer een EK gewonnen. Dus ja. Dat zeggen niet veel, dat is waar. Veel mensen haar na. Nee. Vinden jullie dat er veel meer vrouwelijke trainers moeten komen? Ook in het mannenvoetbal? Het zou best kunnen, denk ik. Ja, ik vind het niet per se afhankelijk van het geslacht. Ik denk dat het meer afhankelijk is van de kennis die iemand heeft. Ik heb liever gewoon een coach of een trainer die over de juiste certificaten beschikt, dan dat het per se een vrouw moet zijn. Ja, precies. Ja. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Want ik denk qua know-how zeker. Maar de omgeving, de culturele omgeving, zal niet altijd geschikt zijn voor een vrouw. Nee? En nee, dat denk ik niet. Ja, in welk land bedoel je bijvoorbeeld? Ja, maar ook in Nederland hebben we natuurlijk plekken waar vrouwen nog steeds anders worden bekeken. Vanwege misschien geloofsovertuigingen. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, wat staan jullie nou het meest bij van het WK? Want er zijn een aantal dingen die opvielen. We hadden het er net over Sarina Wiegman, die dus weer de finale niet heeft gewonnen. Maar er is ook een kus geweest die nu nog steeds heel erg in het nieuws is. Door de Spaanse coach. En Nederland heeft het redelijk goed gedaan. Wat is jullie een beetje bijgebleven van dit WK? Ik denk toch wel de kus inderdaad. Dat vond ik best wel heftig. Toch jammer dat het dan, dat we net een vrouw-WK hebben gehad, en dan gaat het nieuws weer alleen maar over die man. Ja. Over die klootzak. Ja, dan wint Spanje dat WK. Dat is voor hen hartstikke mooi. Ja. Maar eigenlijk krijgen zij dan niet de aandacht. Maar al die aandacht gaat dan naar die man. Ja. Omdat hij zich in mijn optiek niet kan gedragen. Ja, verschrikkelijke vent. Ja, wat toch? Gelukkig. Ja, echt. Ja, dus weinig anders over te zeggen. Ja, want even voor de luisteraars. Dus ze hebben het WK gewonnen. En toen heeft die coach een van de speelsters, ik ben haar naam even kwijt. Hermoso, volgens mij. Hermoso. En hij heet Rubiales, als het goed is. Ja. Hij heeft haar gekust op de mond. En het was volgens mij, hij pakte haar gezicht gewoon vast en ging er volledig voor. En daar heeft hij nogal wat comments op gekregen. Maar wat mij vooral heel erg opviel, is alles wat daar na zich afspeelde. Zijn slappe excuus en die video die er toen kwam, dat hij gewoon zijn kruis vastpakte waar de koningin bij was. Ik weet niet, moet hij niet gewoon weg? Vind ik wel, zeker. Zeker, mag voor mij gelijk weg. Ja. Voorafgaand aan het WK was er natuurlijk veel te doen om de Spaanse ploeg. Daar hebben echt een heel aantal speelsters gezegd. Wij willen niet door deze coach naar het WK geleid worden. Die hebben dat bij de bond neergelegd. En die hebben dat naast zich neergelegd. Dus die hebben al die vrouwen gewoon soort van gezegd.
maakt me niet uit wat jullie vinden. Je doet het er maar mee. En vervolgens hebben zij gezegd, dan spelen wij niet meer voor Spanje. Dus dat hebben we iets van 15 speelsters of zo. Ja, zo. Dat is echt heel veel. Ja. Echt? Dus die Rubiales, die heeft gewoon gezegd, ja, kan me niet schelen. Deze coach gaat met jullie mee naar het WK. En dus dat speelde er allemaal aan vooraf. Maar hoe kan het dat hij dan alsnog dat wel mag doen? Omdat er is blijkbaar heel veel ophef. Mm-hmm. Niemand vindt hem leuk. Waarom worden de speelsters daarin niet serieus genomen? Ja, dit is echt een machtsspel, denk ik. UEFA die heeft nu voorzitter geschorst. En de Spaanse bond is het daar zo mee oneens dat ze dreigen uit de UEFA te stappen met de bond. Zo. En dat heeft ook impact op het mannenvoetbal. Ja? En ja, want, op wat voor manier? Dan kunnen ze niet meer uitkomen op toernooien. Omdat alles geregeld wordt via de UEFA, alle toernooien. En wat er over de speculatie die nu rondgaat, is dat er kansen komen voor alternatieve leagues. En er bijvoorbeeld met Saoedi-Arabië of dat, dan gaan er andere krachten spelen. Want ja. Er zijn ook al heel veel lobby's gaande om in de mannen in mannenvoetbal daar een nieuwe vormen van waar nog meer geld in omgaat en nog spectaculairder, et cetera. Dus het zou heel goed kunnen dat Spanje op die manier ineens andere landen met zich mee gaat trekken. Zo. Ja, dus het is heel interessant. Het is een soort domino. Impact dit. Ja. Het is niet zomaar een kus geweest. Het is niet zomaar een kus. Nee. Heftig. Ja, want voetbalcultuur. Als ik het woord voetbalcultuur hoor, dan denk ik aan hooligans en mannen die dingen gaan slopen omdat ze zijn team verloren heeft. Hebben jullie dat ook? Ja, ik denk wel een beetje aan een soort cult eigenlijk. Letterlijk. Ja, want je ziet wel heel vaak dat iemand bijvoorbeeld heel erg fan is van een bepaalde club. Dan is alles wat die club doet is goed en perfect en mooi. En de rest is allemaal gewoon verschrikkelijk. Ja. Dus af en toe, ja, dan kijken ze een beetje door zo'n roze bril van hun club. Waardoor het voor mij af en toe soms een beetje zo'n cultgevoel geeft eigenlijk. Ja, inderdaad. Zijn er ook vrouwelijke hooligans? Vast wel, denk ik. Jawel. Ja, ja. Dat moet toch wel. Nee, fanatici, lijkt zo zeggen. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Het is natuurlijk wel een verschil met vrouwelijke voetbalfans. Maar de supporters en de fans van vrouwenvoetbal, dat zijn niet altijd dezelfde als het mannenvoetbal. Ik vind dat wel in die zin twee verschillende werelden. Die je ook anders mag benaderen, wat mij betreft. Ik weet niet zoveel van voetbal, maar ik ben wel een voetbalvrouw. En mijn ex speelde ook voetbal. Dat was een jongen. Toen nog, dat was ik erg jong. En daar was het publiek ook al, vond ik, heel fanatiek. En ook de coaches roepen vaak van, nou kom op, weet je wel. Boos op elkaar ook heel erg. Ja. Een stukje agressiever. En misschien heeft het ook met niveau te maken. Ik weet het niet. Maar mijn vriendin, die zit ook op voetbal. Mijn huidige vriendin. En dan ga ik er kijken. En dan verbaasde me gewoon. Toen vond ik voor het eerst van kijken dat ik dacht, maar iedereen is zo lief voor elkaar hier. Van, oh, het gaat niet. Oh, kom lekker zitten en scheid even wissel, weet je wel. Oh, gaat het ook. Oh, maakt niet uit, weet je wel. Iemand boos op zichzelf. Als je het lukt niet. Als echt niet erg. Is echt niet. Zo lief voor elkaar. Dat ik denk, huh? Is dat dan toevallig dit team en het andere team? Of is dat een stukje mannen-vrouwenvoetbal? Misschien toch een mannen-vrouwenvoetbal? Ik herken het ook bij mijn team. Dat is ook wel heel lief. Ja, als het niet gaat, dan nou, kom op, volgende keer beter. Lukt je wel. Kom op, niet je kopje laten hangen. Komen we weer goed. Ja. Terwijl ja, echt een preek of zo is bij ons vaak op het veld in dit geval. Wat voor niveau voetbal jij? Ja, ik voetbal in Duitsland. Dus ik weet niet zo goed waarmee ik het kan vergelijken met Nederland. Maar ik denk hoofdklas of zo, of eerste klas. En dat is goed, toch? Ja, net boven het gemiddelde ergens, volgens mij. Ja. Oké, maar zelfs als je dus heel goed kan voetballen, kan je nog steeds aardig blijven. Ja, zeker. Is daar dus eigenlijk zeker. Ja, nou interessant voor alle mannen die nog steeds luisteren, die nog niet zijn afgehaakt. Probeer het eens. Nee, ja, want wat ik ook wel bijzonder vind, is dat veel mannen in profvoetballers, die komen niet uit de kast. Niet iedereen is natuurlijk homo. Maar er zullen er vast een paar zijn. En dat is echt nog wel een ding bij het mannenvoetbal. Er zijn zo weinig mannen die echt uit de kast zijn. Terwijl als je kijkt naar de vrouwen, is dit ook helemaal geen probleem. Waar heeft dit, denken jullie, mee te maken? Ik denk een combi van. Misschien dat er nog een soort stigma op zit. Van als een vrouw, als vrouw zijn op een vrouw valt, is het vaak sexy of mooi of leuk. Ja. Terwijl als een man op een man valt, dan wordt het soms nog een beetje vies of zwak neergezet. Maar ik denk dat het deels ook marketing is.
misschien stel een groot voetballer als, ja, misschien dan niet een Messi of een Ronaldo, maar iemand die er dan net onder staat. Als die uit de kast zou komen, zou het kunnen zijn dat mensen door geloofsovertuiging of weet ik het wat, hem niet meer zouden supporten. Dus geen shirts meer worden gekocht of geen kaarten, weet ik het wat. Ja, omdat het natuurlijk zo internationaal is. Ja, want dat, je had natuurlijk ook met het WK die One Love banden. Mm-hmm. Die weigeren mensen dan soms ook te dragen. Mm-hmm. Ja. Dat is wel. Ja, dat vind ik echt heel erg. Ik merk dat ik dat. Dat heeft me best wel pijn gedaan of zo. Dat er dan een paar aanvoerders zijn die zeggen, ja, dat doe ik niet. Dat vind ik apart. Lijkt me best wel pijnlijk inderdaad. Vooral als je fan bent van zo iemand. Ja. En dat dan hoort. Ja. Maar misschien kijken zij juist weer de andere kant op. Als ze dat wel zouden doen. Ja, ze hebben wel. Wat ik soms wel lastig vind. En ik snap dat voor die voetballers dat ook door elkaar loopt. Maar ze worden heel erg. Eigenlijk zijn het een soort van. Er vindt een soort verafgoding plaats in de voetballerij. En dus ze zijn ook, worden ze heel erg aangesproken op hun individu. En dat is een marktwaarde. Daar worden shirtjes van verkocht, et cetera. Om wie ze zijn. Ze promoten zichzelf, maar tegelijkertijd zijn ze ook. Hebben ze bijvoorbeeld als aanvoerder, zijn ze voor het collectief, hebben ze een rol. En daar moet je eigenlijk dus weer even schikken in die rol. En vanuit het collectief dus een boodschap uitdragen. Maar dat loopt door elkaar. En ik snap dat dat voor hun persoonlijk dan misschien heel moeilijk is om dat te dragen. Om vanuit individuele overtuiging zeggen ze dus, ontzeggen ze het collectief een bepaalde boodschap. En dat vind ik, daar heb ik wel een mening over. Ja, ja. Wel, maar het lijkt me wel heel zwaar om profvoetballer te zijn. Want wat je zegt is dus eigenlijk dat hun identiteit een soort van merk wordt. Ja. Of ja, ja, zeg maar, je moet heel goed kunnen voetballen, maar je moet ook nog een beetje leuk zijn. Ja. En daar verdien je eigenlijk je geld mee. Ja, en het vrouwenvoetbal is in die zin, ja, het klinkt een beetje weeg, maar dat is meer puur of zo. Want je ziet het plezier in het spel nog heel erg. En zuivere speeltijd is volgens mij beter. En ik ben dus wel heel erg benieuwd hoe het voetbal voor vrouwen eruit ziet over tientallen jaren. Als de miljoenen ook binnenstromen. Ja. En het allemaal wat meer draait daarom. En dan worden de krachten dus steeds sterker. Ja, want jij hebt dus een seizoenskaart van Ajax, maar dat is dus wel van de mannen. Mm-hmm. Vind je dat mannen beter kunnen voetballen dan vrouwen? Nou, ik kijk er met heel veel plezier naar al zo lang. Of ze beter zijn, ja, ze hebben gewoon meer trainingsuren. Alles wat, ze zeggen, als je ergens goed in bent, dan moet je daar heel veel tijd in stoppen. En ik denk dat mannen die tijd hebben. En sowieso, waar ik wel verbaasd over was en wat ik een leuk feitje vond, is dat tijdens het WK was van de vrouwen was er een Engelse speelster die een penalty nam die harder was dan alle doelpunten van de mannelijke Premier League. Dus dan dat je denkt van dus qua kracht is dat ook al eigenlijk aan het ontwikkelen. Maar toch, voetbal is wel een fysiek spel, vind ik. Dus ik vind dat wel echt heel tof bij de mannen gewoon. Ja. Ja, de kracht en de snelheid in het spel, ja, die is wel gigantisch bij de mannen. Ja. Maar daarom vind ik niet dat je het eigenlijk precies naast elkaar moet leggen. Het is gewoon een ander, in die zin een andere spel. Een andere sport. Ja. Ja. Maar wat nou als de vrouwen straks gewoon, als er evenveel geld naartoe gaat, misschien worden ze wel even goed. Zouden ze dan gemixt kunnen? Of denken jullie dat altijd wel apart blijft? Ik zou het denk ik apart laten. Ja? Omdat je natuurlijk wel een beetje biologisch gezien moet kijken. Je zou niet meer met jongens willen voetballen? Misschien, ja, ik weet het niet. Ik vind het wel lastiger, want ik denk wel dat een man sowieso over het algemeen altijd sterker zal zijn dan een vrouw. Als ze dezelfde training krijgen, omdat ze natuurlijk gewoon bijvoorbeeld sneller. Biologie. Ja, precies. Ja. Sneller spierontwikkeling en ook gewoon sneller zijn qua snelheid. Weet ik niet of ik het dan heel leuk vind om daar tegen te voetballen. Snap ik, ja. Als je ziet dat iemand harder groeit dan jij. Ja. Met dezelfde training. Ja. Ja, fair enough. En jij? Ja. Ik zie dat niet helemaal nog mengen. Nee, nee, ik ook okay. niet. Nou, we gaan over op de stellingen. We gaan naar een aantal stellingen. Ja. Nou, ben ik het eigenlijk niet mee eens. Stellingen. Ik ben het er mee eens, maar ik zou het zelf niet doen. Wat een gokker. Ik vind dat echt zo'n onzin. Steven, dat is echt onzin. Bij het leermoment. Er moet een vrouwelijke coach komen voor het Nederlands elftal. Vind ik niet. Nee? Nee, het mag voor mij ook best een man zijn.
ja, wat ik net ook al zei, ik denk dat papieren voor mij belangrijker zijn en voor het team dan het geslacht van de trainer. Denken jullie dat mannen zouden luisteren naar een vrouwelijke coach? Ligt er ook misschien aan wie het is? Ja. Ja, en je kan natuurlijk best wel een vrouw toevoegen aan de staf. Dat zou ik misschien een eerste stap doen. Ja, ja. Precies. Ja. Dus je hebt natuurlijk ook een veldtrainers en je hebt ook... De staf bestaat nooit alleen uit de hoofdtrainer. Dus, Maar denken jullie dat vrouwen dan eerder bij vrouwenteams gaan werken? Als ze bijvoorbeeld coach zijn of wat dan ook? Ik denk wel dat ze zich misschien wat veiliger voelen, ja, bij een vrouwenteam. Ja? Ja. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld scheidsrechters... Er zijn ook dus vrouwelijke scheidsrechters die mannen hebben gefloten. En die kregen dan ook heel veel opmerkingen over zich heen. Ja? Ja, dat is ook wel een ding. Maar er zijn er nu wel, dat is ook al in opkomst. Dus dat wordt wel steeds meer geaccepteerd, hopelijk. Ja, ja. Er zijn er nu een aantal toch die wel goed bezig zijn. Ja. Maar krijgt de scheidsrechter niet altijd gezeik over zich? Of was het ook wel echt persoonlijk? Het was soms wel persoonlijk, ja. Ja, precies. Oh, ja. Oké, okay. Vrouwenvoetbal zal pas bloeien als er meer mannelijke fans zijn. Ik ben het niet mee eens. Nee? Nee. Want dat is misschien het punt dat ik probeerde te maken over dat het twee verschillende communities zijn. Het is een nieuwe community, laat ik zo zeggen, van fans. En wat je ziet, bijvoorbeeld dit jaar was er ook voor het eerst dat het Ajax vrouwenteam in de arena speelde tegen Feyenoord. En normaal gesproken speelden ze altijd op een ander en kleinere veld en stadion. En nu dus in de volle arena. En er waren wel iets van 35.000 kaarten verkocht of zo. Vooral gezinnen en zo. Dus dat is wel grappig, want dat zie je toch net iets minder bij het mannenvoetbal. Dus dan zie je vaak misschien een vader en een zoon. Of je ziet ook wel wat vrouwen. Ik zit er zelf ook, maar ik ga dan met mijn broer. Maar hele gezinnen, dat is meer bijvoorbeeld bij vrouwenwedstrijden. En dat vind ik wel heel tof. Wordt er eigenlijk bij vrouwenvoetbal, worden daar ook wel eens dingen geroepen zoals... Ik ben er heel erg op tegen, hoor. Maar dat je hebt van die uitspraken zoals alle Duitsers zijn homo... Gebeurt dat ook bij vrouwenvoetbal? Is het echt mannenvoetbal? Ik zit eigenlijk nooit op de tribune, dus. Weet ik niet. Nee, ik zit ook nooit op de tribune. Misschien moeten we een keer gaan. Naar een vrouwenwedstrijd. Voor de support. Ja, lijkt me ook wel heel leuk. Ja, ik vond het oprecht ook leuk om het WTK te kijken. En niet om oppervlakkig te klinken, maar ik vind vrouwen ook gewoon sowieso leuker om naar te kijken, zeg maar. Ik vind vrouwenvoetbal ook leuker om te kijken dan mannenvoetbal. Het is gewoon lekker nieuw. Het is gewoon lekker, ja, ik weet niet. Het is heel anders. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk om naar te kijken. Ja, wat je zegt, en het is eigenlijk gewoon iets heel anders inderdaad. Het is gewoon echt een andere... Ja, ik vind het zo zonde dat het altijd maar vergeleken wordt. Ik denk dat, dat beide sporten, het is wel dezelfde sport, maar ik bedoel, het is niet hetzelfde voetbal. Volgende stelling. De voetbalwereld is toxisch. Nee. Ik zou misschien eerder zeggen, de fanbase is misschien toxisch of zo. In plaats van de sportwereld, zeg maar. Ja, nou, de sportwereld misschien ook, als je kijkt naar die kus. Ja, dan, ja, in dat opzicht dan zeker, inderdaad. Ja. Nou ja, ja, het is weer, zeg maar, denk ik, de hele atmosfeer eromheen. Die is misschien toxisch. Maar hoe kan het dat het bijvoorbeeld niet zo is bij hockey of zo? Daar kan het toch ook best wel heftig aan toe gaan, zou je denken. Maar bij voetbal heb je echt dat voetbalmacho cultuurtje. Ik denk dat voetbal misschien nog net iets groter en algemener is dan hockey misschien. Het gewoon meer geliefd over de wereld, zeg maar. Ja, ik denk dat het gewoon internationaal gewoon wat groter is dan hockey of volleybal, weet ik dat, denk ik. Oké, nou, dat waren de stellingen. Dan ben ik benieuwd, wat was jullie leermoment? Ja, toch wel de bewustwording misschien van het grote contrast tussen man- en vrouwenvoetbal, denk ik. Ja, dat het dus eigenlijk een andere... Ja, dat er gewoon anders naar gekeken moet worden. Dat vond ik wel interessant. Ja. Ja. Dat is wel een goede manier van er naar kijken. Want dan ben je ook niet constant bezig met... Ja, maar de mannen hebben dit wel. En de mannen doen het zo. Het is gewoon anders. Ja. En dat dus al heel vroeg. Dat vrouwen al heel erg ermee bezig waren. Ja, hè, tof. Ja, ja, dat was voor mij dus een tijdje terug toen ik daarmee bezig was voor Football Mix History. Een heel mooi inzicht. En een leermoment voor mij is dat ik eigenlijk... toen inzag van en nu we deze kus meemaken van de eigen die aanjaagrol van vrouwen bij sociale verandering, dat vind ik echt wel het is in die zin kijken met een andere bril naar en leg elkaar niet het oordeel van de ene seks op bij de ander. Ja, precies. Nou, mooi.
dat was het dan. Ja. Bedankt voor het kijken of luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over eten. Doei, tot dan. Oh.